Nou, we staan hier voor het Okura Hotel, midden in Amsterdam, in het teken van ons evenement Connections Live 2022. En we hopen door het middel van delen van inzichten met elkaar iedereen een zet te kunnen geven in de goede richting in het kader van met name security en ransomware. Uit onderzoek is gebleken dat elke 11 seconden er een nieuwe ransomware attack plaatsvindt. En de gemiddelde succesvolle payout daarvan is ruim $4 miljoen. Ja, dat is enorm veel geld en het is niet alleen financiële schade, maar vergeet ook niet de imago-schade die een bedrijf kan leiden eronder. Ja, dat vind ik persoonlijk heel belangrijk om onze klanten daarbij te helpen, om daar meer inzicht in te bieden en om te kijken hoe ze daar iets tegen kunnen doen. We hebben eindklanten, we hebben partners, we hebben gebruikers van de software, systeembeheerders en dergelijke. Het gaat juist om die wisselwerking tussen al die verschillende inzichten. Ik heb er enorm veel zin in. Ja, het is een leuke dag. Het is mooi weer zoals je kan zien. De klanten hebben er zin in. Ik heb al heel veel klanten naar binnen zien lopen. Partners zullen aanwezig zijn. En ja, ik vind het hartstikke leuk om de klanten vandaag en de partners te informeren over hoe wij op innovatieve manier eigenlijk een bijdrage kunnen leveren bij onze klanten. Het schijnt dat bij Microsoft zo'n 300 miljoen aanvallen per dag worden gedetecteerd. Gebruik alsjeblieft geen USB-sticks als je niet weet waar het vandaan komt. Gewoon niet. You know, Microsoft's responsible for the platform. You're responsible for the data, Mr. Customer. Am I? Oh god. Kun je zo snel Bitcoin in handen krijgen en je financiële afdeling mobiliseren om dat geld vrij te maken? ODC Noord heeft als opdrachtgever uiteindelijk gekozen voor het data management software van Comfold. Metallic is dus gebouwd met het beste van Azure PaaS, Platform as a Service, met gezamenlijke engineering om samen oplossingen te ontwikkelen. En misschien wat is de beste authenticator app? Ja, nee, die TOTP-codes moet je niet in je eigen paswoord zetten, want dat is niet helemaal veilig, want heb je een one place. En ik denk, flikker op man! Snap je? Laten we alsjeblieft wat veiliger zijn door gewoon de basisprincipes met elkaar te delen. Ik kan niet anders zeggen dan het was een fantastische dag. Juist datgene waar we hadden op gerekend vanochtend. Dat er veel interactie zou zijn, veel participatie. Met name inzichten die zijn gedeeld vanuit de partners zijn voor ons heel belangrijk. Maar ook datgene wat onze eindklanten hebben meegedeeld en de discussies onderling. Nou, dat was echt de doelstelling van de dag. Nou, ik wil uiteraard iedereen die is erbij geweest van harte bedanken voor hun eigen bijdragers. Ja, het Comfold team die stond er ook allemaal fantastisch bij vandaag. Het is natuurlijk te hopen dat we ook volgend jaar zo'n hybride evenement kunnen hebben. En ik ga ervan uit dat mits de wereld nog steeds open is, dan gaan we dat zeker doen. Voor herhaling vatbaar, zeggen we.